Ik heb trouwens wat gekocht en dat is een super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben net een kwartiertje wakker, net gedoucht. Dus het was even lekker. Nu maar even het gordijntje opengooien. En dan over een paar minuutjes richting werk te gaan. En het is prachtige weer. En wat ben ik blij trouwens dat het met die lamp gelukt is. Echt waar. Dat ik weer kan dimmen. Alleen jammer dat ik hem niet kan kleur veranderen. Dat had ik al gehoopt, maar ja. Maakt niet uit. Het gaat omdat hij gekoppeld is en daar ben ik al blij mee. Dus, maar ik ga klaarmaken om naar mijn werk toe te gaan en even gaan editen. Dadelijk. Dus laten we dat even gelijk doen. Dus, maar ik tel tot 3 en ben ik al klaar met werken. 1, 2, 3. En toen was ik thuis. Ja. Oh. En lekker zitten editen. Ik was vanochtend al bezig geweest met editen. En ik heb de laatste tijd zo vaak. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik was op tijd, dat wel. Maar ik was op het moment zo druk te bezig met editen. En ik kijk naar de tijd. Ik dacht, oh shit. Toen was het ineens half acht. Was half acht. Normaal dat ik vijf minuten vroeger dan ga vertrekken. Nou, ik ging toen echt gelijk daarna weg. En gelukkig was ik ook op tijd. En net even lekker een bakje koffie gezet, maar ik had hem met mijn begeleiders over. En voelen of deze droog is. Ja, die is droog. Dus die kan ik opvouwen. En dan ga ik nu, denk even ook voor die schaaltje halen. Wat ik zo graag wil is eigenlijk, even kijken hoe die heet. Een smoothie maker. Dat lijkt me zo lekker eigenlijk om dat keer te maken. Ik heb er wel één, maar die is niet compleet meer. Dus dan ga ik vandaag denken, zie ik de twijfel om een nieuwe te halen. Maar wat ik ook zag, dus zag ik ook weer aan de twijfel om te halen. Dat is een van die, je hebt daar ook tegenwoordig die kleine cuppies. Dat je er gewoon in kan doen als koffieapparaat. En dat lijkt me zo lekker, want dan heb je ook in zo'n kleine cupjes van Starbucks. En dan vind ik, lijkt me echt super lekker om dat keer te drinken. Ik denk dat Kanya, ik denk dat mensen, maar ik heb naar de prijzen te kijken, dat kost 50 euro, als ik goed heb. Ja, 50 euro. Die smoothie maker kost 24. Als je dat bij elkaar oprekent, ben ik wel best behoorlijk veel prijzen, duur prijs uit. Dus ik zit daar gewoon heel diep aan te twijfelen. Ik zit te denken, of ik neem alleen de smoothie maker, of alleen het koffieapparaat. Dus ik moet daar een keuze in nu maken. En dat is best wel moeilijk. Terwijl de allebei in actie zijn. En dan ga je denken, wat zou je nemen? Wat zou ik nemen? Zou ik dat nemen of dat nemen? Of allebei? Nee. Maar allebei ga ik sowieso niet doen. Dus het is het een of het ander. Want ik moet een beetje streng voor mezelf. Vind ik eigenlijk zal zijn. Want ik kan allebei doen. Maar ben ik duurder uit. En dan gaan mijn gat alleen maar blijven rollen. En dat heb ik geen zin in. Dus ik ga maar even maar één keuze kiezen. Het is misschien, ja, ik vind dat wel een moeilijke keus. Keuze maken vind ik altijd lastig. Ik denk dat heel veel mensen me dat moeilijk vinden. Keuze maken is lastig. En ben wel benieuwd, wat voor keuze vinden jullie moeilijk? Laat het weten in de reactie. En ben wel benieuwd naar. Maar ja, ik weet niet, keuzes maken is zo lastig. Dus ik ga alleen nog aan denken. Maar ik weet alleen niet wat nu de datum is van die versuitbakjes. Die versuitbakjes, nou, daar heb ik niks aan. Ik heb heel veel bakjes zat. En om dan deze bakjes ook nog bij te doen, vind ik een beetje onnodig. Want ik heb nog bakjes genoeg. Zo denk ik nu daarover. Dus maar ik ga even erover denken.
Laat even weten in de reactie wat jullie zouden doen. Zouden jullie eerder voor de koffieapparaat doen of voor de smoothie maker? Maar als ik zin ook weer in de denk, als ik ga voor de koffieapparaat, dan ben ik best wel snel duur uit. Want de cupjes zijn best wel, het zijn kleine cupjes, ik weet niet of jullie het al weten, zijn best wel ook behoorlijk prijzig. En als ik dan voor de mixer ga en ik ga dat spullen verkopen, ben ik veel en veel goedkoper uit. In principe. Want het enige wat je dan bij hoeft te doen is fruit, melk, of yoghurt. Je kan alles van mee doen natuurlijk. Ik vraag me af, kan je dan ook eigenlijk milkshake maken? Dat is een goede vraag. Maar ik ga nu even, ja, even over nadenken. Maar laat even weten in de reactie wat jullie zouden doen. Koffieapparaat of ijscream? Smoothie maker. Ik heb trouwens wat gekocht. En dat is een smoothie pakket. Oh, zo. Ja, ik heb hem eigenlijk opengemaakt. Oké. Maar ik heb alles om te kijken. Nou, ik vind hem wel goed uitzien. Dus gaan we even kijken wat het precies is. Wat er allemaal bij zit. Nou, oké. Het doet dat je kan bewaren, zo te zien. Oké. Ziet er wel leuk uit. Daar heb ik er twee van. Nog eentje. Zo. Even kijken wat er nog meer bij zit. Dat is zo. Kom, kan weg. Apparaatje voor aan en uit. Zo, dat is een groot dingetje zeg. Knijters. De knijter. Dat is een groot ding. Maar, ziet er goed uit. Dan zet ik even hier neer. Even kijken of er nog meer in zit. Ook de karton. En uitleg. Oké. Ik weet hoe het werkt. Ik heb het al eerder gehad. Oké, denk ik alles erin doen. Zo, maar ik ga vandaag ook uitproberen. En ik heb er twee van. Van deze dingen. Dus we gaan dat even uitproberen. En dat gaat denk ik zo in. Maar dat komt zo wel goed. En dan heb ik er nog eentje natuurlijk. Zo. Maar ik denk handigst is, denk ik eerst even dit afwassen. Voordat ik het ga gebruiken. Dat ga ik sowieso even eerst doen. Dus gaan we dat even nu doen. Dus, en dan ga ik sowieso deze tijd proberen. En vandaag nog. Dus ik ga dit even afwassen. En dan gaan we het even uitproberen. Gelukt, smoothie heb ik gemaakt. Wat ik al zo is, dat zat er allemaal in. En die ga ik lekker dadelijk proeven. Neem eens, weet je wat? Ik ga nu eens even proeven. Smaakt goed. Smaakt echt goed, lekker wel gezond. Maar wat er allemaal in zit, hebben jullie al gezien natuurlijk. En ik ga zo meteen maar even lekker muziekje luisteren en lekker bijkomen. Maar dat wou ik even laten zien. En ik wou even hem ook testen. En ik vind hem op zich wel goed getest. Dus. Maar dan ga ik nu even iemand. Ga ik even lekker van de smoothie genieten. Die smoothie was lekker. Maar ik merkte, aan de onderkant zat nog hele dikke klonten in, van de aardbeien. Dat was wel lekker, is lekker, zou ook voor sommige mensen lekker kunnen zijn. Maar, daar bedoel ik mee te zeggen, ik had wel beter kunnen mixen eigenlijk. Dus die gaat eruit.
Maar ik ga ook klaarmaken om naar bed te gaan, dadelijk. En ik wil eigenlijk tegen jullie zeggen is, ik ben zo honger geweest. Ik wil Ganja eten geven. En toen gewoon beurde liet ik een bakje vallen en toen zag het dit zo vies uit. Echt, kijk hoe vies het ook is. Echt heel vies. Maar ja, kan gebeuren. En nu maar ben ik ook een video op YouTube aan het kijken. Oude beelden van Feyenoord Ajax. En dat is ongelooflijk mooi om weer terug te kijken. Ik denk, wow. En ik heb wat ook in een lijstje heb staan is van de 2000, seizoen 2016-2017. Het jaar dat Feyenoord kampioen is geweest. Dat is nu al een paar dagen en drie jaar geleden dat Feyenoord kampioen is geweest van de Eredivisie. Ongelooflijk. Ik weet nog de dag van gisteren dat Feyenoord kampioen werd. Heel bizar. Ik weet nog toen die dag dat eigenlijk Feyenoord Excelsior Feyenoord was. Waren ze net niet geworden. Ze hadden bij Feyenoord Excelsior Feyenoord. Wel konden ze kampioen worden. Is het niet geworden als ze 0-3-0 verloren van Excelsior, dat weet ik nog. En daarna kwam de wedstrijd. Feyenoord Heracles. In de 8e minuut voor ongeveer die tijd. Maakte Derek Kuyt de 0-1. Nee, in de 1e minuut. Op 1-2 minuten. Maakte Derek Kuyt de 1-0 van. Hoe bizar. En voor de tweede, voor mij was het 1-0 rust. Dat weet ik niet zeker meer. Maar ik weet nog wel dat Derek Kuyt 3 doelpunten had gescoord. Ik weet nog dag van gisteren. Ik vergeet dat die jaar nooit, die seizoen nooit en nooit meer uit mijn hoofd. Hoe bizar. Ik denk dat jullie ook voor Ajax fans of andere supporters, bijvoorbeeld voor Twente supporters of AZ supporters, toen die kampioen werden, hoe die vereerd werden. Ik weet nog ook nog dag van gisteren dat AZ keer kampioen werd. Ik weet nog een dag dat AZ kampioen was. Ik weet nog dat die is nog meer kampioen geworden. Dat was het voor mij. Voor de rest is PSV of Ajax nog meer kampioen geweest. Dat weet ik ook nog. En wat zou eigenlijk de eindstand zijn als door zou lopen wie daar kampioen zou worden? Wie denken jullie? Laat even weten in de reactie. Zou Feyenoord kampioen worden? Zou AZ kampioen worden? Of toch Ajax dit jaar? Dit jaar. Ik ben benieuwd. Laat even weten in de reactie. Wie denken jullie? En dan ga ik nu ook nog even verder kijken. Ik ben wel benieuwd naar. Ik vind het mooi om terug te kijken naar die beelden. Het is afgelopen, het is klaar. Ik mis al een paar video's van de afspeellijst gezet. Maar ik zie het de tijd alleen later wordt. Dus wat ik nu ga doen is lekker klaarmaken om naar bed te gaan. Dus laten we dat lekker doen. Morgen weer een dag natuurlijk. Telefoon mee. Die in de oplader zit. Gaat eruit. Dus ga ik even lekker klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Dus het is ook tijd om af te sluiten, dus dat betekent ik wil dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie al deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, gewoon heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij later. Deze situatie vind ik lastig eigenlijk snel in de druk te trekken. En wat het juist niet is eigenlijk dat mijn camera in de bak leeg is. Dus ik moet zelf een nieuwe batterij in stoppen. Dus dat heb ik weer eerst. Dat ik